Yo kijkers, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Maxi Vuurle en vandaag spelen we weer eens Piggy Book 2. En het spijt me jongens en meisjes dat ik zo lang weg ben geweest. Weet je waarom? Ja, iedereen moet natuurlijk gezellig samen kerst vieren. Daarom was ik ook even lekker bij mijn familie en ouders en grootouders en ooms en tantes en nichtjes en neefjes. Maar ik ben weer terug. Dus laten we maar weer lekker beginnen met Piggy Book 2. Sorry, ik heb een beetje kriebel bij mijn neus. Maar laten we dan weer beginnen. Oh, leuk. Het is winter. Denk ik. Ja, het is hier vast wel winter. Boekje. Boekje. Ik heb het boekje. Daar is Piggy. En ik ren weg. Dun, 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 dun. En een leuk muziekje op de achtergrond wanneer je Piggy, wanneer je niet Piggy. Het klinkt echt zo mooi nu, hè. Want meestal heb ik ook een andere oude telefoon. En die, ja, hoe zou ik dat zeggen? Nee, ik heb geen idee hoe ik het uit ga zeggen, maar goed. Uit ga spreken. Aan wie moet ik dit flipping boek? Kijk, eens geven. Maar wat moet ik... Waarom moet ik de hele tijd lopen? Nee. What the fuck, man? Yo. Dun, 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 dun. Stupid. Nou, even kijken. Dit is gewoon zo stom, hè? Hij doet gewoon voor mij de deur dicht. Dat is echt niet leuk, jongen. Lekker voor je, man, bro. Please, Piggy. Kom naar die dat meisje. Oh, please. Oh, jongen, ik had daar moest dat boek. Waarom moet ik altijd een boek hebben? En ik weet, waarom moet ik altijd iets hebben, maar ik weet niet waar dat moet. Want, want eigenlijk is deze map alleen maar met kerstmis. Wanneer het op bij december. Wat dom van mij. Wat dom van mij. Eigenlijk had ik dat kunnen weten. Want vorig jaar speelde ik ook al Piggy. Ik weet voor wie die Europa is. Letterlijk. Dat weet ik nog. Die is voor George. En die van Job. En de... Kijk, daar moet je in. Ja. Ja, lekker man. Kijk. Oh, ja. Ja, man. Bro, jij bent goed bezig, hoor. Even uitzoomen. Uitzoomen. Hoe zoom je ook weer uit? Dat hoef ik eigenlijk ook tussen de ook weer niet. Je bent dood, man. Je ziet Piggy, letterlijk. Je loopt er alsnog door. Hoe kan dat? Nee, serieus, man, bro. Man, pro, even serieus. Man, pro, man, pro. Pro, serieus. Hoe kan... Jij ziet Piggy. Piggy staat 3 seconden voor je, letterlijk. 3 seconden. Want jij loopt er letterlijk 3 seconden. Je loopt erheen. Je staat in Piggy. En wordt gekild door Piggy. Eigenlijk is dat ook logisch dat je dan wordt gekild door Piggy. Dus dat snap ik even niet. Wat... Oh jongen, hij is hack. Maar hij is... He's cheating. Dat betekent vals spelen. You're cheating. A cheater. You're cheating, cheater. Cheater, you're cheating. Eigenlijk is het logisch, omdat hij een cheater is. Dat betekent... Vals spelen. En dat mag niet bij Piggy. En ik heb, als je Piggy speelt of Roblox en dan een fan bent van Piggy, moet je, en je weet van de holiday, dus dan moet je de holiday map doen, moet je op die donkerblauwe stukje springen. Want dan kan Piggy je niet pakken, tenminste als een player boot is. Ja, ik ben ook wel een beetje een professional hoor. Ik ben pro. Maar ik ben niet echt gewend aan mijn computer. Maar ik word er wel weer een beetje aan gewend hier. Maar je kan... Er is ook iets nieuws gekomen. Maar dat was er eigenlijk ook al een tijdje. Dat je een geest kan zijn. En dan kan je gewoon door een map lopen. Zonder dat Piggy je nog kan killen. Dus... Eigenlijk is het wel leuk. Maar je kan nog niet ontsnappen ofzo hoor. Je kan niet echt dingen pakken. En het moeilijker maken voor ze. Ja, ga dood, man. Hé, hey, waarom?
doet iedereen voor mij. Oh, wacht. Ik kan natuurlijk door deuren heen lopen nu. Wat dom van mij. Hallo. Oh, daar is hij. Waar is hij? Huh? Gaat hij ook hier heen? Hier is hij hierheen gegaan. Wat is dit? Wat is dit? Is dat een... Wat is dat? Oh. Oeps. Oeps. Voor mij zie ik nu iets door elkaar heen. Maar tussendoor is dat ook weer niet echt. Gewoon een foutje gegaan. Jongens en meisjes, dames en heren, daar is niks mis mee. Niks mis mee, oké? Kan ik weer erin? Kan ik er weer in? Dat zou wel vet zijn. Ik kan er letterlijk nog een keer in. Oh man. Dit is leuk, jongens en meisjes, dames en heren. En koeken en beren. Ik heb een slecht gevoel. En dat was ook zo. Piggy staat daar. En ik ren even weg. Of zit Piggy me te killen. Dus heb ik dikke pech. Oké, daar moet ik in ieder geval niet heen. Oké, hij ziet me. Of is het een meisje? Laat even in de comments weten. Is Piggy een jongen volgens jullie of een meisje? Help me. Help me. Oh, wacht. Klik. Later, sukkel. Oké, dat Piggy is nou ook weer niet een sukkel. Ja, misschien is het gewoon goed voor mij om... Nee, Piggy, doe dit niet. Oké, hij doet het niet. Is Piggy achter mij? Oké, Piggy volgt mij niet. Denk ik. Dus ik neem het risico om gewoon terug te gaan. Waarom neem ik het risico om terug te gaan? Waarom neem ik het risico om door een trap te lopen? Nee, dat ga ik nooit niet doen. Ik ga als vals. Ik ga even vals spelen. Ik ga gewoon op de top staan. En ik blijf hier ook eventjes staan. Kijk of die weet hoe ik hier moet komen. Ik ga even hier langs. Oh, jongen, dit is zo goed. Je even een beetje springen, want ik ben geen parkour pro meer. Nou, niet. Ik hoor geen piggy geluidjes. Daar ben ik blij mee. Wat moet hier? Oh, je moet dat. Oké, goed. Om te weten. Ik hoor een piggy. Achter me! Oh jongen, dat hoor je ook gewoon echt. Dat je door die bomen loopt. Is er ook... Zie, is Piggy ergens? Want ik ben zo bang nu. Hier ligt niks. Hier ligt ook niks. Ligt hier binnen, wacht. Nog een cadeautje of zo. Of iets. Want ik heb wel iets nodig. Waarom ben ik eigenlijk zo bang? Ik ben zo bang. Oké, goed om te weten. Loop ik nu naar Piggy toe? Ik heb zo wel zo'n gevoel. Oh, ik haat het. Ik haat om dat te horen. Ik ben zo bang. Oh, waar is die Piggy? Ik ben zo bang. Wat moet daar? Ik denk dat ik weet wat daar moet. Ja, dat moest daar. Ja, ik wist het. Maar ik dacht van, ik check nog even voor zekerheid. Ik ben gewoon zo bang, hè. De hele tijd me door. Ja, nu klinkt het. Oh, jongen, dat was een verrassingsaanval van Piggy. Verrassingsaanval van Piggy. Ik herhaal. Oké, hij loopt echt achter mij. Ik dacht van dat hij me niet voor ging. Ik kan ook gewoon tussen ook nog horen of hij... Man, waarom opent iemand hier een deur? Oké, Piggy was die deed de deuren. Hey, het is ook gewoon echt de noob, Piggy. Hey, kom dan, hè. Ik gebruik gewoon even dit. Jeets. Jongen, jij pakt me lekker niet. Man, pro, kom dan. Oh shit, dat is nog een andere speler. Oh, wacht, trap. Ah, I'm smart. Jongen, help mij, dinges. Dinges. Kan ik hier lopen? Oeh. Oké, ik draag gewoon heel weg. Heel stiekemtjes. Heel stiekemtjes. Heel stiekemtjes. Oké. Okay. Oké, dit is grappig.
Oké, ik doe gewoon zo. Ja, dit. Boom. Hier, als je... Daar. Oeh. You need to choose. Nee, jij gaat net weg. Oh, die vuile dinges. Wat is die leuk hoor. Ja, man pro, kom even hier. Kom even hier. Helemaal, ik ben pakko pro. Nee, shit. De dinges doen het niet. Oké, bye. Oké, zeg me dat hij het vandaag doet. Oh, ik ben zo... Ik ben hier zo enorm weg. Oké, hij is daar. Ze is daar. Oh, pikkie, 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 pikkie. Pikkie, pikkie de pik. Pikkie, pik. Pikkie van Peppa Pig. Peppa, Peppa. Ik was ooit een fan toen ik klein was. Oh, ik kan dat nog goed herinneren. Ook al is dat niet waar. Ik plaats nog even iets van dit. Kijk. Zit hij nog achter me? Ik hoop van niet, hè. Ik zit zo erg veel rondjes te lopen. Oké, ja, ik had hier nog een schep nodig. Dan ga ik daar nog even snel naar op zoek. Voor mij moesten we nog... Oh, dit klinkt zo dom. Ik krijg weer een piggy geluidje binnen. Help, 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 help. Help, jongens. Ben ik de enige speler over? Dan, help. Yeah, baby. Oh, shit, man. Ik stapte bijna in die laatste trap. Als ik in die trap stond, jongen, was ik flipping geweest. Ziet hij maar? Jij. Hey, kom dan, hè, pro. Te laat. Vuile, vieze rat. Oh. Jongen, dan wordt hij echt boos, hoor, als je dat dan doet. Hier. Oh, my god. Oh, dat was echt leuk dat ik een vuile, vieze rat noemde. Hey, jongen. You can't find us, lol. We have the best hide place ever. We staan een beetje in de map. Kunnen jullie niet zien, want mijn plaatje staat ervoor. Ze hebben nu echt letterlijk met 2 players. Serieus. Oh nee, met 3. Ook goed. Wacht, er zijn er maar 2 spelers over. Nee. Ik word de Winter Holiday. Klik. This one. This one. This. Ja, die ja. Shit, man. Ik word er moe van al dat drukken. Oh, oké. Ik word echt moe. Player. Player. Oh, en ik ben moe. Beetje moe. Nee, niet haar. Zij was de best ooit. Dan. So we did everyone get their presents for each other. I just give them 10 minutes. I'll be right back. Oké, okay, dan tot over een uur of een jaar of wat dan ook. Is hier wat? Ja hoor. Ik heb een schepje gevonden. Dat is mijn neus. Mijn schep. Begrepen? Als ik nu wat vind, ben ik zo blij. Ik vind nu letterlijk al iets. Letterlijk. En schild, ik weet ook gewoon direct al waar die moet, hè. Maar als we nu al een cadeautje klaar hebben, ben ik echt de rest. Als hij nu hier ergens is, hè, ben ik echt de rest. Dan loop ik hier snel binnen. Ben ik hier eigenlijk überhaupt wel gaan? I have a gift for you, George. Dat klinkt echt zo dom. George. George. Achter mij. Oh my god. What is that thing? Go away. Nee. Ik heb nu al Piggy achter me aan. Oh, dit is zo niet leuk. Mooi muziekje. Voor mij is dat van Pig. Komt dat van die
domme piggy. Ja, ga, lekker man, pro. Waarom noemt iedereen eigenlijk pro? Dat slaat nergens op. Ja, hè? Alsjeblieft, George. Oké. Okay. Eén pakketje klaar. Goed. Goed zo, Florian. Heel goed bezig. Oké, okay, dat is voor de giraf. Ja. Waar is het de schep ook alweer? Waarom had ik... Die had ik toch zelf. Hey, heb jij de schep? Zeg op. Nee dus. Ik heb zo'n goed gevoel. Ik heb zo'n slechte gevoel hierover. Letterlijk. Echt zo letterlijk. Oké, hier. Oh, klinkt hij zo echt luid. Ik word er heel bang van. Oké, nu heb ik de schep. Als ik nu naar Piggy loop, word ik boos. Heel boos. Oh, boek. Dun, 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 dun. Oh, dit vind ik zo. Oh, waarom is dit zo enorm eng? Ik vind het zo enorm eng. Mijn handen trillen. Oh, ik heb hier zo. Ja, ik weet het. Oh, hij is daar. Oh, die vuile piggy. Oh, ik ben echt moe. Dat heb ik eigenlijk jullie al verteld. Maar goed, ik zeg nog een keer, ik ben moe. Oké, hier is de schep. Ik moet daar wel eventjes heen hoor, anders kan ik dat cadeautje niet pakken. En dan is kerstmis voorbij. Oké, dat is nou ook weer niet waar. Dan krijg je gewoon een paar mensen geen cadeautjes. Is dat erg? Voor mij wel. Oh, je klinkt het echt zo eng. Hier. Oké. Okay. En nu cadeautje. Oké, mooi. Wie moet er allemaal nog cadeautje? Die giraf? Giraffie of zoiets. Yay, nog cadeautje. Lekker, lekker. Nee! Waarom moet hij nou letterlijk daar staan? Hoezo? Boot, piggy. Flip. Flikker op. Iets of iets. Oké, cadeautje. Cadeautje. Oké, ik ben weg. Speedy time. Het is speedy speed. Waar is mijn vader? Oké, is hij weg? Volgens mij wel. Oké, jongens en meisjes. Oh, ik heb voel hem al aankomen. Man, bro, help. Help, man, bro. Man, bro, pro, man. Man, pro, pro, man. Ik ben pro. Oké, dat is nou ook weer niet waar. Dat ik pro ben. Maar ik ben wel een beetje pro. Dat is toch waar? Of niet? Oh, shit. Ik hoor Piggy! En hij heeft de schep! En daar ben ik niet blij mee! Man, waarom loop je hier? Waarom loop je hier bij mij terwijl Piggy achter ons aan zit? Dat vind ik niet leuk hoor. Vind ik niet leuk. Even serieus. Ik vind het niet leuk dat ik jou volg omdat jij mij volgt. Maar kom, wat heb jij? Een schep. Dankjewel om het even laten weten. En ik ben boos. Waarom loop je brat hier langs? Dat snapt niemand. Loop je alsnog hierheen? Wat doe je
jij? Waar ben je mee bezig? Letterlijk. We hebben een missie. Jij loopt maar een beetje te pieren waaien. Tjonge, jonge, jonge. Je moet ook alles zelf doen, hè? Dan ren ik wel eventjes. Waarom klinkt die zo eng? Oh, ik haat dat. Ik haat het echt zo. Hoeveel? Daarom. Dat klinkt ook niet echt vriendelijk, hoor. Piggy, dan moet je excuses aanbieden, anders krijg je geen cadeautjes van de kerstman. Voor mij boeit hem dat niet. Hij lijkt ook niet echt op Piggy. Nou, hij lijkt er wel op, alleen is hij een beetje... Ja, hoe zeg ik dat? Ijsachtig. Denk zo. Doei! En zijn hockeybal of ding... Hockey. Nee, het komt niet van hockey. Maar ik weet niet van welke sport het komt. Maakt mij ook niet uit. Dus ik ben weg. Loopt hij nog steeds achter me? Waarom vraag ik dat überhaupt als ik dat gewoon weet dat hij achter me ligt? Loopt, ligt. Dit kan nog wel een jaar lang duren. Tot volgend jaar, dan heb ik de cadeautjes klaar, jongens en meisjes, dames en heren. Help mij, alsjeblieft. Hoe lang loop ik hier überhaupt al? Dank. Loopt hij nog achter me? Ja, eind achter me. Man, bro, help mij. Loop niet daarheen. Als je daar verder heen loopt, ben je de pineut. Hij loopt ook gewoon direct verder. Alsof er niks aan de hand is. En wat komt hij tegen? Piggy. Oké, hier moet een wortel. Waarom loop ik nou weer in die room? Als ik weet dat ik daar een wortel in leg, letterlijk. En waar is dat laatste? Ik heb zo'n piggy gevoel. Ik krijg een piggy gevoel. Ik krijg echt een piggy gevoel. Bam, bam, bam. Oh, dat is wel leuk dit. Dit is toch leuk? Van waar komt die van Z en Suzy? De tweeling. Oh ja, die is al gedaan. Wat dom voor mij. Nee, dit is heel dom voor mij. Als ze ook nog een beetje achter me aankomt. Oké, hij komt daar langs. Dan ga ik daar langs. Piggy. Ik was fan van Peppa Pig. Maar nu niet meer. Omdat ik je nu haat. Omdat je er zo uitziet. Zo enorm vreselijk. Ga alsjeblieft achter hem aan. Ik hoor niet echt van die liedjes. Piet? Hier, ik schuif ook gewoon echt zo pro met mijn muis. Hier, ik gewoon pro dol. Parkour pro. Ik heb nog één cadeautje. Yay! You won't believe what just happened. Some weird crushes was chasing me the whole time. Eigenlijk heeft hij wel gelijk. Did any of them see it? Even I trapped the bin which behind me. Strange, we didn't see that. Oh, also, did you just run out of the gift? Oh, look what matter. We're all together. Ja, ze zijn allemaal samen. Ah, great. Now that we're here, let's... Is het gelukt? Thanks so much for the carrots, Mr. Fluna 17. I tried my best to save it for later. And absolutely, I love this book. I will reading it over and over a while. Fetching it for now. I can't believe your sissy behind. Careful, Zuzi. It's just be shared with Z till we got another. Thank you so much, Mr. Floor 17. This looks just like a back at home, so... Oh dear, let's come on, let's go play. Happy holidays, everyone, yeah. Merry Christmas! Merry Christmas! Dat was het einde. Wauw! Nou, en dat was het dus weer... Jongens, meisjes, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus ik sluit maar weer
eens af. Want jullie hebben natuurlijk ook weer andere dingen te doen. Dus ik zeg... doei doei, bye bye, bye bye. En toedeledoe.